We zijn op dit moment in Duitsland, jongens. Achter mij is de Aldi te zien. Sut. We zijn op dit moment in Emmerich. We gaan hier geen vuurwerk halen. Maar we wilden gewoon even naar deze winkel om te kijken of er misschien al stellingen zouden staan met vuurwerk. Dat is helaas niet het geval. Dus wij gaan zo meteen even door naar waar we aanvankelijk voor deze video naartoe wilden. Dat is namelijk Vuurwerk 24. Zij verkopen namelijk wel vuurwerk al met KVK, wat ik ook al eerder heb laten zien. Een KVK is een uitreksel dat als jij een onderneming hebt, dat je al je vuurwerk kan kopen. En in Duitsland kan je dus gewoon al je vuurwerk kopen heel het jaar door als je een KVK hebt. Oftewel een eigen bedrijf of ZZP'er bent. Ik raad jullie dat niet aan om te halen, jongens. Maar voor ons is het leuk, want wij kunnen een beetje het vuurwerk filmen. Een beetje vragen wat populair is, wat hebben ze staan. Maar ik had gehoopt dat bij de Aldi, waar ze dus binnenkort gaan verkopen, want we gaan zeker weer naar Duitsland toe, de Aldi, de Lidl en zo. Ik had gehoopt dat hier iets zou staan van foldertjes of vitrines. We zijn net binnen geweest, helaas niks te zien van vuurwerk. Ja jongens, we zitten weer in de auto richting Vuurwerk 24. En eigenlijk heb ik dat net niet in de intro gezegd, maar ik heb al meerdere infovideo's gemaakt natuurlijk al over Duitsland. Maar de supermarkten in Duitsland verkopen ook gewoon dit jaar de 28e en de 29e en de 30e van december. Wij gaan uiteraard weer die trip maken. En we gaan natuurlijk leuke dingen halen. Alleen het grotere spul en zo kan je ook gewoon bij Vuurwerk 24 halen. Mits dat je een KVK hebt en in Duitsland woont bijvoorbeeld. Want je moet het echt niet over de grens meenemen, jongens. Alleen je mag dus wel je vuurwerk gewoon in bezit hebben in de auto. Tijdens de verkoopdagen kennelijk. Want ik dacht dat het heel het jaar mocht. Nogal een beetje een vage regel. Maar doe dat dus absoluut niet. Nogmaals een reminder, jongens. We zijn even bij de Lidl geweest en ook bij de Kaufland. Daar had je helaas nog niks wat herleidbaar was naar vuurwerk. Ik dacht misschien foldertje of zo. Of kat 1 in Duitsland. Maar helaas. Het was niet bijzonder, daarom heb ik er niet gefilmd. Dus we zijn nu weer onderweg richting Vuurwerk 24. Ja, het enige wat je wel goed kan kopen in die supermarkten daar, Kaufland en zo, is boodschappen. Dat is echt 10 keer goedkoper. Dus, ik weet uit mijn hoofd, jongens, dat als je hier naar rechts reed, dat je bij de winkel aankomt. En dat is ook het geval. Kijk maar, daar staat al een bus van Heron. Ik zag net ook al een bord met vuurwerkverkoop begonnen. Voor KVK-inschrijving. Gewoon in het Nederlands, besef dat. Hier, zie je? Afhalen vuurwerk. Heron, Vuurwerk 24. Er ligt al een mooie buis buiten. En ik zie de cameraman lachen, maar het is echt een buis. Let's go. Echt een buis, hè? Ik geloof jou. We gaan even kijken, jongens. We zijn hier natuurlijk in september geweest. Het is natuurlijk nu december. Dus we gaan even kijken of ze al meerdere dummies hebben staan. Of er meer sfeer is. Zo te zien wel. Let's go. Hallo. Dus we staan hier dus in de winkel. En de vorige keer in september heb ik al aan Donnie verteld. Wanneer komt nou de Magnum, oftewel de Wow? Hij is er, hè? Hij staat er. Hoe mooi is het, jongens? Moet 300 stuks in malt gehad. En wat was de prijs nou ook weer? 2,74,95. Volgens mij was het op de site anders, hè? Ja, op de site is het 3,50. Maar KVK-korting 25%. Precies, want zoals ik ook al eerder in de video heb verteld, jongens. Je kan hier dus al je vuurwerk kopen met KVK. Al raad ik dat wel ten strengste af als jij het over de grens mee wil nemen. Want dat is natuurlijk illegaal. Dat wil je niet doen. Maar mocht je bijvoorbeeld hier wonen of hier vuurwerk afsteken, dan is dat gewoon heel top te doen. Grote pijlen ook. Dit was de Franse lijn, hè? Dit is Frans, ja. Dit is de Franse lijn. Die kunnen we helaas niet kopen. Alleen de gasten uit Frankrijk. En we hebben hier ook nog Frans knalvuur. Maar ook. Hier ligt het Franse knalvuurwerk, jongens. Knalvuurwerk mag je het hele jaar door blijven kopen. Tot 1 gram. Ja. 1 gram flash. Als het goede. En F3-producten mag je tot 10 december kopen in Frankrijk zonder KVK. En daarna wordt het opeens met KVK om een of andere reden. Oh. Maar in ieder geval, een gram is al het dubbele van België. Het mooie van deze winkel is natuurlijk wat ik de vorige keer ook heb laten zien. Je hebt hier van die scanners die je ook in de Albert Heijn hebt en in de Jumbo. Dus wat kan je doen? Je kan hier bijvoorbeeld naartoe en dan kan je gewoon even op een barcode je artikel scannen. Werkt deze wel? Ik zou het met deze even proberen. Oké, laten we deze even zien. Hier hebben we de Heron handscanner. Doe eens dit even en dan komt hij erop. Zie je ook de prijs. De voordelen hiervan liggen er niet om. Dit staat natuurlijk nauw verbonden ook met de voorraad. Ondertussen dat jij hier afrekent en dit op je lijstje zet en daar bij de kassa afrekent, gaan er gelijk al inpakkers bezig in de bunker, waardoor je dus niet al te lang hoeft te wachten op je vuurwerk. Ik dacht dat er wat in zat, man.
Maar die handscanners is in ieder geval echt een top product, man. Het is ook nieuw, op de muziek. Mooie cakejes inderdaad, die heb ik vorige keer niet gezien. En wat is er een beetje uniek aan, Donnie? Wat er uniek aan is, is... er is niet echt iets unieks aan. Het zijn broertjes van de powerboxen, dus ze lijken er ergens een beetje op. Ja. Maar nieuw jasje, hoger tempo. Mooi design ook, moet ik zeggen. En ik vind dat ook van die wauw. Ja. Ik vind dat mooier dan de Magnum, heel eerlijk gezegd. Toch, maar voor de rest is het precies hetzelfde. Ja, dit is ook wel interessant om te laten zien, jongens. Moet je kijken. De Thunderkings, die eigenlijk bedoeld waren voor de Nederlandse markt. En dan heb je het over die Ultra Mine Bulk. Die verkopen ze dus hier in een bulk pack voor €42,50. Die zijn dus gewoon op de Duitse markt terechtgekomen. Wat ik vorig jaar eigenlijk al voorspeld had. En de reden waarom die eigenlijk voor de Nederlandse markt was, is omdat die dubbelklap heeft. Dus dat mocht. Het zijn geen single shots. Maar uiteindelijk heeft de branche zelf gezegd van we halen ze uit de handel. En daardoor zijn ze nooit op de Nederlandse markt terechtgekomen. Maar wel ziek om te zien dat ze nu hier gewoon liggen. De sfeer is hier wel echt aanwezig, jongens. Moet je kijken. Deze matten die hier liggen. Dan heb je hier een mooie camera of een mooie tv waar alles afgespeeld wordt. De nieuwe producten. De WoW, oftewel de nieuwe Magnum. Dan moet je kijken wat voor sfeervolle winkel dit is geworden. Hier ligt dan een beetje het knal wat we eerder ook hebben laten zien. Dit is allemaal bedoeld voor de Franse markt. En alleen beschikbaar in Frankrijk. Mooie winkel, man. Zo even nog in de bunker kijken. Met oud en nieuw staat het hier dus helemaal vol, hè, jongens. Staan de rijen tot aan de kassa's, tot aan hier. Dus het is nu nog rustig. Goed, we hebben dus nu flink wat in de winkel kunnen filmen. En binnenkort staat het hier natuurlijk volledig vol, ook met Nederlanders. Want de laatste dagen van het jaar mag je gewoon wel je vuurwerk halen, toch, Donnie? Jazeker. De laatste drie dagen van het jaar. Zonder KVK, jongens, want we zoomen hier altijd in op de KVK. Maar zonder KVK mag het dus wel gewoon de laatste drie dagen van het jaar. Heb je al wat staan? Ja, meer dan vorige keer, of niet? Zeker. Ik zie hier al de WoW, oftewel de nieuwe Magnum. Die is gereserveerd voor ons, hoorde ik, Donnie. Die Thunderkings van Cafferata. Dat ze hier terecht zijn gekomen, heb ik vorig jaar al voorspeld. En dat is dus ook echt werkelijkheid geworden. Hier staan ze, alle kartonnen, dus is nog genoeg op voorraad. Een mooie Magnum cake, die nieuwe. Wow. Ik vind design inderdaad ook wel wauw. Echt mooi, man. Vorig jaar hebben ze ook bij de show kunnen zien. Die hebben jullie gezien, die video, voordat PTD offline ging door de hek. En dan komen we nu op het uitgepakte deel van de bunker, jongens. Moet je kijken, hier is het gewoon naar graaien, toch, Donnie? Ja, hier wordt de bestelling in één keer gepakt. Met dat lijstje kan je alles snel hier pakken. Alleen jammer is dat eind van de dag moeten we alles weer terug in de doos doen. Oh, serieus? Ja, het mag niet 's nachts zo blijven staan. Alles wordt weer netjes in de doos gehaald. Voordat de kaboutertjes het allemaal in de fik steken. Precies. Ja, kijk dan, allemaal losse artikelen hier. Doet me echt denken aan de Nederlandse bunkers. Voor mij in de Nederlandse bunkers mag dat wel, hè? In principe moet dat 's avonds ook dichtgemaakt worden. Oh, oké. Okay. Nou, nog nooit gezien. Gehoord. Hier ook die kleinere cakes, deze hebben we vorig jaar ook gehad. Echt topproduct, jullie hebben ze in de compilatie kunnen zien. Ik blijf het ziek vinden om hier dan even de sfeer te proeven voordat de gekheid losbarst hier. Want jullie verwachten dit jaar ook weer gewoon meer mensen dan vorig jaar, toch? Absoluut, het moet elk jaar drukker worden. Elk jaar wordt het drukker en ook natuurlijk omdat vorig jaar het eerste jaar weer was na de lockdowns dat het weer kon. Verwachten ze je nu nog meer drukte. En ook omdat jullie natuurlijk die show hebben gezien. Begin december hadden ze die show. Waren heel veel mensen op afgekomen. Maar daardoor is de bekendheid van deze winkel natuurlijk ook groter geworden. Dus, en terecht. Ja, maar succes de komende tijd, man. Wordt wel druk. Dank je. We zijn op dit moment weer bij Vuurwerk 24 geweest. Er staat nu wel een klote vrachtwagen achter me. voor. Maar daarachter zit in ieder geval de winkel. Vuurwerk 24. Oftewel Heron. Leuk vuurwerk kunnen zien. Rond de verkoopdagen kan je hier dus heen zonder je KVK. Nu kan er vuurwerk gekocht worden met KVK, maar ik heb het al voor de tweede of derde keer gezegd. Mocht je in Nederland wonen en je gaat met je KVK hier naartoe, haal het gewoon niet. Misschien haal je wel problemen op je hals en dat wil je niet. Vond je deze video nou leuk om te kijken? Laat even een like achter. Vergeet niet te reageren, abonneren en dan zie ik jullie morgen weer bij een nieuwe video. Later.